In 86 ben ik, begin 86 heb ik een keertje met een buurman meegereden. Die handelde in oudere auto's. En die had een TR6 en die zegt van nou, ga met me mee. Dan kunnen we een keertje een rondje rijden. Kun je eens even zien, voor mij is dat wel leuk om mee te rijden. Dus ik ben met die meneer ben ik hier keurig in de omgeving en hebben we een rondje gereden. Nou, sindsdien wild enthousiast over de auto. Want het is een mooie auto met redelijk moderne wegligging. Dus, nou ja, na veel thuis gepraat te hebben, hebben we gezegd van, nou ja, ik ga er eentje kopen. En ik ben gaan zoeken, eerst maar de club van de Triumph Club geraadpleegd. Daar de onderdelenmagazijnbeheerder, die zei van, nou, ik weet misschien nog wel een mooie auto voor je te koop in Capelle aan de IJssel. Dus uiteindelijk ben ik daarheen gegaan. De auto was van twee oudere dames. Daar was het allemaal een beetje te Spartaans voor geworden. Vonden het zwaar om mee te rijden, dus die hebben dan toch maar besloten om er een afscheid van te nemen. Dus ik heb hem gekocht. Toen heb ik de eerste zomer hem goed uitgeprobeerd. Toen heb ik besloten om in de winter de auto van het chassis af te tillen. En dan het chassis helemaal op orde te brengen. En als dat dan, zeg maar, dat chassis helemaal perfect in orde is, dan kan je eigenlijk weinig meer gebeuren met de carrosserie. Omdat dan het dragende deel is goed en het huisje wat erop staat, dat is eigenlijk alleen maar om ja, het uiterlijk en de zitplaats. En voor de rest is het dan ja, min of meer goed op orde. Dus nou ja, dat gedaan. Daarna heb ik de hut weer teruggeplaatst en ben ik gaan rijden. En dat was op zich wel leuk. Het tweede jaar ben ik met de auto naar Spanje gereden. Nou, dat was een hele bijzondere rit, want uiteindelijk bleek dan toch dat het uiterst vermoeiend is om met een open auto te rijden. Je denkt dat het allemaal wel meevalt, maar in het zonnetje, je krijgt altijd idyllische beelden van in het zonnetje rijden. Maar ik kwam er wel achter dat ik bij Lyon stonden de blaren al op mijn hoofd vanwege de zon. En moest toch de kap dicht. Dus nou ja, wij hebben dan vreselijk mooie tochten gemaakt door de Pyreneeën heen. Ja, en dan was het natuurlijk wel helemaal uniek om met zo'n ding daar rond te rijden. Uiteindelijk heb ik die auto gewoon iets van 6, 7 jaar gereden. En toen heb ik besloten om toch de carrosserie te gaan doen. Helemaal schoongemaakt, alle lak eraf. En met afbijt schoongemaakt en dat hij echt helemaal blanco is. Alle kitranden, alles eruit. Daarna is hij naar een restaurateur gegaan in het oosten van het land. En die heeft, zeg maar, omdat hij van achteren toch bleek schade gehad te hebben in de kofferbak, heeft hij dat allemaal gerepareerd. Dan heeft hij er een nieuw stuk in gezet en de kofferbak weer helemaal op orde gebracht. En die hebben de auto helemaal gespoten en tiptop in orde gebracht qua verf. Dus toen heb ik hem weer opgehaald en toen ben ik langzaam begonnen hier weer hem weer opbouwen. En ik had eigenlijk als filosofie, hij moet eigenlijk altijd weer voor de zomer moet hij weer klaar zijn, want je moet toch ermee kunnen rijden, want anders worden het eindeloze projecten. In de loop van de tijd heb ik zelf er nog wel een aantal dingen aan veranderd. Ook om de wegligging en ook om de motor en de bak en de achteras en alles wat te optimaliseren. Er is nu een getunede motor ingekomen. Hij levert nu nog iets van 170, 175 pk aan de krukas. Op de achterwiel is dat 150 pk. En daarmee is het toch een redelijk moderne auto geworden qua prestaties op de weg. Het leuke is dat dit dan een injectiesysteem heeft. Nou ja, dat is dus eigenlijk heb je daar pijpjes op de motor liggen waar de benzine door met pulsen door naar de injectoren wordt gestuurd. Dat is eigenlijk een soort hartslag. Dus als je je hand eraan aanzet, dan voel je het kloppen. Dus daarmee weet je precies wat de zescilinder doet. En dat is dan wel een uniek iets.
houding van de overdrive die standaard erin zat, heb ik wat vergroot. De overdrive zit ook op 2, 3 en 4. Daarmee heb je een keuze tussen zeg maar 7 verzetten, en waarvan de 3 elektrisch in te schakelen zijn. De remmen aan zich zijn hetzelfde gebleven qua grootte, want dat is niet echt noodzakelijk. Alleen de remvoeringen die je erin zet, als je dat van een hogere kwaliteit erin zet, dan merk je dat het remvermogen van de auto een stuk beter wordt. En iets wat modernere banden eronder. Het is nu zo dat je eigenlijk zonder doorslaan van de achterwielen weg kan rijden. Anders was dat altijd wel een beetje lastig. Je was ook altijd bang dat die achteruit zou breken als je rijdt. Dat is met het modernere rubber is dat niet meer zo. Sinds een tijd rijdt mijn zoon er steeds in. Die vindt dat erg leuk. En die gaat dan vaak met vrienden gaan ze rondjes rijden en zo. Nou ja, dat vind ik ook weer leuk. Want ja, dan is toch de familie er weer mee betrokken. En die vinden dat dan ook weer leuk. De volgende generatie rijdt er ook vrolijk mee in de ronde. En dat geeft wel weer een goed gevoel.